Zurich, Switzerland. I made this video in Switzerland and I uploaded it in Switzerland. Subject to Swiss law. Okay, mijn naam is Richard Witt. Ik maak deze video om mensen te waarschuwen voor het feit dat de overheid GZ psychologie gebruikt om informatie in te winnen. Voor de Belastingdienst, voor je uitkeringsinstantie, voor justitie, noem het maar op. En in sommige gevallen ook voor kinderbescherming, om je kinderen af te nemen en dergelijke. Dat is bij mij niet gebeurd, maar de andere drie wel. Oké, zo. Ik zal even aan het begin beginnen. Dus ik was op een gegeven moment, ik was nog jong, begin jaren 90. Ik was mishandeld door een groep Marokkanen en ik ben toen bij de CD gegaan. Ik heb meegedaan aan de verkiezingen. Ik had een zetel gewonnen. Ik heb uiteindelijk wel afgezien van de centrumdemocraten. En toen kwam er een mannetje bij mij op visite. Een geheimagent. Heel interessant verhaal. Ga ik zeker nog wel een keer vertellen als ze me verder gaan achtervolgen. De video is al opgenomen en al verspreid. Maar ik wil voorlopig nog even mijn kruid droog houden. Maar wat ik je wel wil verklappen is dat hij heel veel interesse had in mijn ideeën over het Koningshuis. En ik ben een republikein. Voor de rest, ik heb niks tegen de koningin, maar ja, ik ben wel een republikein gewoon. Nou, dat was allemaal niet goed natuurlijk. Voor de rest was het daarna best wel rustig. Totdat in 2005 of 2006 kreeg ik informatie, hele gevoelige informatie, over een bepaalde meneer C. Die jongensbordelen bezocht. En deze C die is ook bevriend met een bepaalde Joris. En ook geen kleine jongen. Komt af en toe wel eens in het nieuws. En toen begonnen echt de problemen. Toen kreeg ik in één keer belasting over de vloer heen. En kreeg ik heel vaak politie aan de deur. En toen op een gegeven moment moest ik zelfs herkeurd worden. Terwijl dat mensen van mijn leeftijd helemaal niet herkeurd worden. Ik naar die herkeuring gegaan. En toen zei ze van, je moet wel een therapie volgen. En dat was eigenlijk een smoesje om mij in de val te lokken. En ik ben zo dom geweest volgens mijn laatste behandelaar om daarin te trappen. Dat was misschien wel dom. Op een gegeven moment, de laatste twee gesprekken draaiden ze helemaal om. Het laatste gesprek was 9 januari dit jaar. En zei ze van, ik heb allerlei papieren ingevuld. En daar heb ik jouw handtekening onder geplaatst, vervalst. En jij bent gevaarlijk, jij moet opgesloten worden. En we willen niet dat jij op een gegeven moment ergens in het buitenland gaat zitten en dan op internet dingen gaat zitten schrijven. Dus je moet gewoon voorgoed weg. En ik schrok natuurlijk helemaal kapot. En er kwamen nog veel meer dreigementen. Ze zeggen, je hoeft niet te gaan verdedigen. Beatrix is heel erg machtig. Je kinderen zullen geen toekomst hebben. Ja, dan moet ik denken aan Edwin de Roy van Zuiderwijn bijvoorbeeld. Daarom geef ik ze ook Engels onderwijs. Dan kunnen ze nog wegvluchten. En ze zei van, je hoeft ook niet weg te vluchten. We hebben een GPS-melder geplaatst in je scooter. En wil je je huis af laten luisteren. En dan word je gelijk opgepakt. Nou, het is me wel gelukt, dus ik zit in het buitenland, maar goed. Ik heb overigens nog aan de politie gevraagd of ik het land uit kon. En ze zei, ja, dat kan in principe wel. Maar goed, heel veel dreigementen dus. Ze zei ook van, ik heb je nooit behandeld. Iemand zoals jij die verdient geen behandeling. Ze deed alsof ik zeg maar een neonatie was. Ik had ook verteld dat ik zaaddonor wilde worden. Om voor mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Nou, daarop hebben ze mij een pil gegeven, zegt zij. Ze is dan wel zij, want ik dronk bij hun bekers koffie of chocomel. En een keer had ze dat alvast voor mij ingeschonken, zeg maar. Dus dat moet zij dan geweest zijn. Nou, ik hoop van haar dat ik niet voor altijd onvruchtbaar ben, want dan komen er echt wel claims. Echt heel bizar allemaal. Als er ooit een rechtszaak komt, dan kan ik niks bewijzen. Alles zal in beslag genomen zijn. Nou, dat zijn wel dingen wat je wel vaak hoort van mensen die op een gegeven moment eens voor de rechter komen. Dan is alles weg. Ze nemen alles mee. Weet je nog. Al mijn websites.
zullen van internet gehaald worden. Nou, daarom heb ik deze website in Zwitserland gemaakt. Deze valt onder de Zwitserse wet. This website is under Swiss law. Wat hebben we nog meer gehad? In ieder geval, ja, ze was dan bezig met een pro-justitie-rapport, voorbereiding ervan. Ja, dat schrok ik heel erg van, want ik wist toen nog niet wat het was. En toen ik thuis ging, zat ik even nakijken en dan schrok ik natuurlijk heel erg. Ja, de eerste maand was ik heel erg bang. En later ging ik contact opnemen en toen zei ik, ja, eigenlijk kan het niet zo, maar als ze echt willen, dan kunnen ze altijd naaien natuurlijk. Dit was overigens bij het DOC in Rotterdam. Dat is mijn ervaring dus. Dit is een subjectieve video, het is mijn ervaring. Zoals ik het ondervonden heb. Wat zei ze allemaal nog meer om even kijken? Precies. Ja, ze stelden allerlei strikvragen en ging ze zeg maar mijn antwoorden verdraaien en dingen beweren die ik helemaal niet wilde. Ze had het ook over Edwin Lensing. Edwin Lensing die dat stuk glas naar de koningin had gegooid. Nou, wat ik ervan vond. Ik zei ja, ik vond het kansloos. Toen zei ze, jij zeker een bom willen doen? Nou, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik zei, nee, natuurlijk helemaal niet. En toen zegt ze, ja, we weten wel wat jij wil. En ze zeggen ook van, we hebben een bom gemaakt met je vingerafdrukken erop. Nou, die hebben ze natuurlijk van die koffiebekers. En we hebben van een radiografische auto van jouw kinderen, hebben de afstandsbediening weggehaald. En daar hebben we ook je vingerafdruk opgezet. En die gaan ze bij jou thuis vinden. En ja, ik schrok er allemaal van natuurlijk. En ja, ook gelijk deze video nu natuurlijk, want deze bom is gelijk onbruikbaar. Ik denk dat ze ook haar mondje voorbij gaat praten. Want ik denk niet dat ze dat mij had mogen vertellen. Net zo goed van die GPS melden, dat ik niet had gemogen. Want, ja, dat is nu onbruikbaar dus. Want als ze dat hadden gevonden in mijn huis, dan hadden ze me al lang moeten arresteren. Dat hebben ze niet gedaan. Ik zit hier nog steeds, dus alweer een jaar later. En zo ging ze verder. Bij heel veel beschuldigingen, maar ik zoveel. Ik wil even kijken op de video. Oh ja, ze was ook jaloers op mijn kinderen. Ik had op een gegeven moment wat ik gezegd naar mijn oudste dochter, die was in klas voor uitgegaan. Daar was ik dus op trots op. Ze zegt, ja, dat stelt allemaal niks voor, want vaak komen die alleen maar op HAVO terecht. Nou ja, ze zit nu op VWO met 11 jaar oud, maar goed. Weet je, er was echt een persoonlijke strijd met me aangegaan. En ja, ze werkte dus voor justitie. Ze heeft inmiddels haar internetprofielen verwijderd, zag ik. Dus misschien heeft ze een baantje bij justitie gekregen. Ik heb nog met haar baas gesproken over de klacht die ik over haar ingediend heb. En daar hoor ik maar niks op. Dat is alweer maanden geleden. Toevallig natuurlijk. Klacht bij het NIV gevolgd overigens nog wel. Hij stelt, ja, dat is allemaal niet aan de hand. Hij zou nog een mail sturen. Ik heb tot nu toe alleen maar een lege mail van hem ontvangen. Ja, voor de rest, daar kan ik niet veel mee. Ik probeer hem te bellen iedere keer, maar iedere keer hij is weg buiten het gebouw of hij is in bespreking. Ze zei ook van, ik maakte me zorgen over Bilderberg, hè, dat is een geheim genootschap. En zegt ze, ja, daar is Beatrix jarenlang voorzitter van geweest. Dus als je tegen Bilderberg bent, dan ben je ook tegen de koningin. Dus zo wordt er gereageerd. Ja, vreselijk gewoon. Vreselijk onder druk gezet, vreselijk bedreigd. Ik heb een hele slechte vakantie gehad. Ik zat zwaar onder de stress. In de vakantie kwam er ook nog een mannetje achter me aan. Hij had zijn haar geblondeerd en dan dacht hij dat we er een hoger aanzien hadden. Ik heb er ook nog allerlei foto's van. Die kwam Milica bij ons. Heel naar mannetje. Altijd nare gesprekken. Ik heb gelukkig weinig contact met hem gehad. Maar die kwam ook nog informatie in. Voor de rest. Kijk, heb ik naar alles gehad. Ja, ze insinueerde ook dat mevrouw van Sint-Twee was en dat ze mannen zou ontvangen als ik niet thuis was. Nou, ik weet natuurlijk niet wat ze allemaal doet als ik niet thuis ben, maar ik denk dat dat niet veel is. Ze is een gehandicapte vrouw. En ook al zou dat wel zo zijn, dan is dat privé-aangelegenheid, gaat helemaal geen flikker.
En prostituee is allemaal niet aan de orde. Het is gewoon echt lachelijk. Ja, ze probeerde natuurlijk mij en haar uit elkaar te krijgen, want dan sta ik zwakker. Ze zou ook naar het buitenland moeten verhuizen. Dus omdat ze, mijn vrouw is niet Nederlands. Ik heb dus een buitenlandse vrouw en ik heb gekleurde kinderen. Dus ja, dat met dat blonde haar en dat racisme en zo, weet ik het allemaal. Dat, ja, zit in hun hoofd. Ja, dat was zo'n beetje alles wat ik hier gewoon op papier gezet heb eventjes. Nou ja, dat pro-justitierapport, daaraan werken, dat kan helemaal niet eens, dat mag helemaal niet eens, want ja, ik ben helemaal in staat van beschuldiging gesteld. Ik heb geen strafblad, ik ben nog nooit veroordeeld geweest. Het is gewoon echt belachelijk, maar wel mogelijk. Ik zet het hier dus op het internet als bewijs, als waarschuwing vooral. Oh ja, ik zou ook nog een antipersoonlijkheidsstoornis hebben. Ja, mijn vrienden zeggen van nou eerder het tegenovergestelde. Ja, dit is ook een bewijs trouwens dat het niet zo is, want dit doe ik voornamelijk voor andere mensen. Ik doe dat echt om jullie te waarschuwen. Van doe het niet. Word je ooit verwezen naar GGZ psychologie? Doe het niet. Ga weg. Neem maar de consequenties ofzo, of zoek andere hulp. Vraag je huisarts desnoods om hulp, maar doe dat niet. Ze maken je kapot. Die kans is er wel. Nou, bedankt voor het kijken. En als je me wil helpen, dan kan je deze video downloaden en weer opnieuw op internet zetten. Want de overheid wil deze video weg hebben, dat weet ik nu al. Wie deze heer C is, deze Joris, dat wil ik nog even geheim houden. Video's zijn al gemaakt, interviews zijn er al geweest. Gebeurt er iets met mij, dan wordt dat absoluut wel gepubliceerd. En dan vraag ik jullie ook weer die video's te downloaden en opnieuw op YouTube te zetten of andere kanalen. En te verspreiden. Overheidsfascisme is een heel erg iets. Met z'n allen kunnen we er wat aan doen. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Oh, ik was eigenlijk nog wat vergeten. Ik dacht dat ik alles al had. Ze heeft ook nog gezegd van als ik dan ooit wel vrij zou komen, dan zou ik heel arm worden en dan zou ik op straat moeten leven. En zo al mijn geld van mijn familie zou ze allemaal in beslag nemen. En heel mijn familie wordt aangepakt. Ook zelfs mijn broer, waar ik helemaal geen contact mee heb. Iedereen moet eraan. De hele familie. Nou, als ik ooit ziek word en ik ga naar het ziekenhuis, dan laten ze me doodgaan. Dat is ook nog, heb je ook nog tegen me gezegd. Volgens mij heb ik nu wel alles gehad. Bedankt voor het kijken en tot ziens.